film van Family Fit. We gaan vandaag beginnen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje ruimte om je heen en je yogamat. En natuurlijk jezelf. Misschien ook een handdoek erbij, is altijd wel handig. Want ja, soms ga je zweten bij power yoga. We gaan lekker beginnen. We beginnen op de handen en de knieën. Dus kom alvast in die tafelhouding. Spreid daarbij alvast goed je vingers. Zorg dat je je handen stevig aan de grond hebt. We gaan beginnen met de kat en de koe. Dus adem in, laat je buik zakken. Lift je je borst, adem hierbij in. En adem uit, kindelt de borst, bol je rug en probeer echt je stuitje onder je te trekken. Gaan we de andere kant weer op, adem in. Laat je buik goed zakken, lift je borst. Adem uit, weer de andere kant op. Een beetje naar achteren trekken. Adem in, voor de koe. Adem uit, weer de kat. En nu levelen we de rug weer, de normale tafelhouding. Dan gaan we voor een C-shape. Dus breng je billen naar links en je hoofd naar links. Adem je even goed in. Adem uit en terug naar het midden. Adem in de andere kant op. Adem uit en terug naar het midden. Adem in de andere kant op. Adem uit weer naar het midden. Adem in de andere kant. Doe iedere kant nog één keer. Terug naar het midden. Adem in. Laatste keer links. Adem uit. Adem in de laatste keer rechts. En adem uit weer terug in het midden. Dan krullen we de tenen onder. Adem hier even een keer goed in. En dan adem uit. Lift je je billen op voor de down dog. Ontspannen, je hakken richting de grond brengen. Zover als het lukt. Je vingers stevig aan de grond en je kijkt tussen je benen door naar achter. Vanuit hier, adem in, ga je naar een hoge plank. Adem uit, rustig naar beneden, helemaal aan de grond. Wreven van je voeten aan de grond, rol je schouders naar achter en adem in. Kijk over de grond weer naar voren. En adem uit, naar achter, krul je tenen onder, naar de down dog. Doen we nog een keer, adem in, hoge plank. Adem uit, helemaal naar beneden. Wreven van je voeten aan de grond. Adem in, half op, kijk over de grond, weer naar voren. En adem uit, naar achter, krul je tenen onder, down dog. Doen we hem nog een keer. Adem in, hoge plank. Adem uit, naar beneden. Adem in, half op, kijk over de grond, weer naar voren. En adem uit, krul je tenen onder, down dog. Blijf in die down dog even staan. Goed je billen omhoog. Navel goed aanspannen. Dan gaan we aan onze eerste flow beginnen. Adem in, gaat je linkerbeen mee omhoog. En probeer je dijen naar elkaar toe te houden. Adem uit, knie naar de neus naar voren. En adem in, weer terug omhoog. Strek het been goed uit, duw je de hak bij je weg. Adem in naar voren. Adem uit, weer terug naar achter. Adem in naar voren. En zet je voet tegen je linkerhand aan. Zet je achterste knie aan de grond. Achterste wreef aan de grond. Adem in, ga je armen mee omhoog. Laat je heupen goed zakken naar voren. Blijf goed naar voren kijken, schouders laag. Adem hier een keer goed in. Adem uit, breng de ellebogen naar beneden, naar je taaien. Alsof je een noot wil kraken tussen je schouderbladen. Adem in, handen weer omhoog. En adem uit, handen naar de grond. Achterste voet, tenen eronder. Strek je been uit. Vanuit hier, als je je balans hebt. Adem in, kom helemaal mee omhoog. En adem uit, achterste hak aan de grond. En strek je je voorste been uit. Beide tenen wijzen recht naar voren, naar waar je kijkt. Adem in, strek je armen mee naar voren. En adem uit, handen richting de grond. Of aan je been. Ligt er net aan hoe ver je kan komen. Adem in, strek een keer je rug op. Adem uit, neus naar de knie, zoveel als het lukt. Hou je rug zo lang mogelijk. Vanuit hier, adem in. Stap met je achterste voet bij. Tenen tegen elkaar. En half op. Adem uit, van je dubbel neus naar de knieën. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Kijk naar je duimen. En adem uit, duw naar beneden. Handpalmen mee naar voren. Adem in, handen weer omhoog. En adem uit,
De zwaan duikt naar voren, armen naar achter en duikt weer naar voren, handen naar de grond. Vanuit hier stap in een hoge plank, lage plank. Adem in heel op. Als het lukt, onderbenen van de grond af. Adem uit tegen de ronde, down dog. Vanuit ademing gaat je rechterbeen mee omhoog. We gaan de andere kant doen. Adem uit, knie naar de neus. Adem in, weer omhoog. Duw de hak goed bij je weg. Adem uit, knie naar de neus. Adem in, weer omhoog. Adem uit, knie naar de neus. En zet je voet aan de binnenkant van je rechterhand neer. Achterste knie aan de grond. Wreef je voet aan de grond. Dan adem in, ga je armen omhoog. Laat je heup goed zakken naar voren. Hou je schouders laag. Adem hier een keer goed in. En adem uit. Breng je ellebogen weer naar je tijen. Schouderbladen goed naar elkaar toe. Dan adem in, handen weer omhoog. Adem uit, handen naar de grond. Achterste been. Van de grond af, goed je balans hebben. Dan adem in, ga je verder omhoog. In je lunchhouding. Adem uit, achterste hak aan de grond. Beide benen goed strekken. Adem in, strek helemaal mee naar voren. En adem uit, handen richting de grond of aan je benen. Adem in, half op. Adem uit, neus naar de knie. Adem in, stop met je achterste voet bij, tenen tegen elkaar. Gelijk een bijzettafeltje van je rug maken. En adem uit, neus naar de knie. Vanuit hier adem in, kom helemaal mee omhoog. Kijk naar je duim. En adem uit, doe naar beneden met je armen. Berghouding. Adem in, gaan we de ronde nog een keer doen, maar nu wat sneller. Adem uit, zwaan duikt weer naar voren. Vanuit hier adem in, spring in een hoge plank of stappen. Adem uit naar beneden. Adem in omhoog. Adem uit, down dog. Adem in, linkerbeen mee omhoog. Adem uit, knie naar de neus. Adem in, weer omhoog. Adem uit, knie naar de neus. Nog één keer, adem in omhoog. Adem uit, knie naar de neus, dan zet je voet neer. Achterste knie aan de grond, spreef aan de grond. Adem in, armen mee omhoog. Laat je heupen goed zakken. Adem uit, ellebogen naar de taille. Adem in, weer omhoog. En adem uit, handen weer naar de grond. Strek je achterste been uit. Vanuit hier, adem in, kom je helemaal mee op. En adem uit, strek je voorste been, achterste hak aan de grond. Adem in, strek mee naar voren. Adem uit, handen naar de grond, neus naar de knieën. Adem in, één keer rug opstrekken. Adem uit, neus naar de knieën. Adem in, stap bij. Gelijk met je rug half op. Adem uit, neus naar de knieën. Adem in, kom helemaal mee omhoog. En adem uit, duw met je armen naar beneden. Adem in omhoog, kijk naar je duimen. En adem uit, zwaan duik naar beneden. Handen naar de grond. En spring, hoge plank, lage plank. Adem in op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Adem in, gaat je rechterbeen mee omhoog. Adem uit, knie naar de neus. Adem in omhoog. Adem uit, knie naar de neus. Nog een keer, adem in omhoog. En adem uit, zet je voet tegen je rechterhand aan. Achterste knie aan de grond, wreef aan de grond. Adem in omhoog. Adem uit, ellebogen naar je tijen. Goed je rug aanspannen, schouderbladen naar elkaar toe. Adem in, weer omhoog. En adem uit, handen naar de grond. Strek je achterste been uit. Adem in, kom helemaal mee op. En adem uit, strek je voorste been uit. Adem in, strek mee naar voren. Goed je achterste hak aan de grond houden. En adem uit, naar de grond. Adem in, half op. Adem uit, neus naar de knie, zover als het lukt. Adem in, stap met je achterste voet bij. Met je rug half op.
uit, neus naar de knieën. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Kijk naar je duimen en adem uit. En naar beneden. Volgende flow. Adem in, handen mee omhoog. Adem uit, zwaanduik naar beneden. Handen naar de grond. Adem in, hoge plank. Adem uit, lage plank. Adem in, half op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Adem in, gaat je linkerbeen mee omhoog. Nu adem uit, neem je mee naar voren en zet hem gelijk neer. Achterste hak aan de grond. Adem in, wiek op voor een krijger 2. Adem in, strek mee naar voren, elleboog op de knie. Armen langs je hoofd, kijk langs je armen naar voren voor de pijlhouding. Adem in, weer terug op, krijger 2. En adem uit, blijf je even een keer goed staan. Voorste handpalm mee omhoog. Adem in, kantel mee naar achteren. Kijk in je handpalm mee omhoog. Adem hier een keer goed in. Als het lukt, onderste hand ook mee omhoog. Blijf in je handpalm omhoog kijken. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit weer terug bij je krijger. Adem in, strek je voorste been uit. Strek mee naar voren. En adem uit. Kijk waar je hand neerkomt aan je been. Volgende inademing kijk je mee omhoog in je handpalm op. Vanuit hier adem in. Kom helemaal mee omhoog. Strek beide armen op. Hou je benen gestrekt. En adem uit. Reverse triangle naar achter. Kijk in je handpalm mee omhoog. Voel die stretch op de zijkant van je lijf. Vanuit hier adem in. Kom helemaal mee naar voren. Buig je voorste been. Zet je hand neer. En til je achterste been mee op. Blijf je focussen. De makkelijke kijkrichting is naar beneden. Wat lastiger is recht naar voren. Nog wat lastiger is in je handpalm mee omhoog. Vanuit hier. Adem in. Je leent je arm op. Achterste been weer neer. Terug naar je krijger 2. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, wiek met je handen mee naar voren, spat in je hoge plank. En vanuit hier, voeten tegen elkaar aan. En dan gaat je linkerarm mee omhoog. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, hand weer naar de grond, hoge plank, lage plank. Adem in op. Adem uit, tegen de ronde, down dog. Andere kant. Adem in, rechterbeen mee omhoog. Adem uit, zet je voet aan de binnenkant van je rechterhand neer. Vanuit hier achterste hak goed aan de grond en wiek op, krijger 2. Blijf over je hand mee naar voren kijken en schouders laag. Adem in, strik mee naar voren. Elleboog op je knie, armen langs je lijf voor de pijlhouding. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, weer terug naar je krijger. Voorste handpalm mee omhoog. Adem in, naar achter. Kijk in je handpalm mee omhoog, blijf zakken door je voorste been. Adem in, weer terug naar je krijger. Adem hier een keer rustig uit. Adem in, strek je voorste been uit. Strek mee naar voren. En adem uit, hand naar beneden. En kijk in je handpalm mee omhoog voor de driehoekhouding. Vanuit hier. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Hou je benen goed gestrekt. En adem uit, ga je naar achter. Dus beide benen gestrekt. Kijk in je handpalm mee omhoog. Goede stretch voor de zijkant van je lijf. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, helemaal mee naar voren, hand naar de grond. En lift je achterste been op. Als het lukt, je bovenste hand omhoog, anders naar beneden. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, terug naar je krijger. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit, wiek met je handen naar beneden. Stap in een hoge plank, voeten tegen elkaar aan. Maar nu gaat je rechterarm mee omhoog.
schuine plank. Adem hier nog een keer goed in. Adem uit, handen naar de grond. Hoge plank, lage plank. Adem in op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Doen we hem nog een keer. Adem in, linkerbeen gaat mee omhoog. Adem uit, zet hem tegen je linkervoet aan, hand aan voor. Achterste voet draai je in. En adem in, wiek op voor je krijger. Adem in, strek uit mee naar voren. Elleboog op de knie. En armen langs je oor. Laat je heup wat zakken. Vanuit hier adem in, weer terug naar je krijger 2. Voorste handpalm mee op. Adem in, kanten naar achter. Blijf zakken door je voorste been. En hier weer adem in, weer terug naar je krijger. Adem in, strek je voorste been uit. Strek uit mee naar voren. En je voorste hand gaat naar je been. Kijk in je hand mee omhoog voor de driehoekhouding. Vanuit hier adem in, gaan we weer omhoog. Bouw je beide benen gestrekt. En adem uit. Raak je achterste been aan. En strek wat mee opzij. Kijk in je hand mee omhoog. Ga weer helemaal naar voren. Adem in op. En adem uit naar de grond. Strek je achterste been op. Duw de hak goed bij je weg. Dus naar de grond kijken is je makkelijke optie. Adem hier nog een keer goed in. En adem uit. Achterste voet weer aan de grond voor je krijger 2. Vanuit hier adem nog een keer goed in. En adem uit. Wiek naar de grond. Stap eerst in een hoge plank. En dan opzij, gaat je linkerhand mee omhoog. Doe je heupen goed omhoog. Adem hier nog een keer goed in. Adem uit, weer hoge plank. Lage plank. Adem in op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Andere kant. Adem in, gaat je rechterbeen op. Adem uit, gaat de knie naar de neus. En zet hem daar tegen je rechterhand aan. Achterste hak aan de grond en adem in, wiek op voor krijger 2. Vanuit hier adem in, strik mee naar voren. Elleboog op de knie en armen langs je oor. Draai je borst een beetje naar het plafond. Volgende inademing, weer op, terug naar je krijger. Voorste handpalm mee op. En adem in, buig naar achter, kijk in je handpalm mee omhoog. Adem hier een keer goed uit. Adem in, weer terug naar je krijger. Adem in, strek je voorste been uit. Strek mee naar voren. Laat je hand richting je been gaan, die andere hand mee omhoog. Als het lukt, kijk je mee omhoog, anders naar je voet. Volgende inademing. Helemaal mee omhoog. Hou je benen gestrekt. En adem uit, raak je achterste been goed aan en kijk in je handpalm mee omhoog. Adem hier nog een keer goed in. Adem uit. Kom helemaal mee naar voren. Lift je achterste been mee op. Probeer zo lang mogelijk lijnen te maken. Adem hier nog een keer goed in. Adem uit. Terug naar je krijger. Adem nog een keer goed in. En adem uit. Wiek naar de grond. Hoge plank. Doe de schuine plank weer. Rechterarm mee omhoog. Je heupen een beetje op. Adem nog een keer goed in. Adem uit. Hoge plank. Lage plank. Adem in op. Adem uit. Tenen eronder. Down dog. Onze derde flow. Adem in. Linkerbeen mee omhoog. Adem uit. Trek de knie naar de neus. En zet je voet aan de linkerkant van je linkerhand neer. Vanuit hier gaat je linkerhand mee omhoog. Dan hou hier even je balans. Adem rustig door. Adem nog een keer goed in. Adem uit, dat je achterste knie naar de grond gaat. En met je bovenste hand pak je je achterste voet vast. Als je er niet bij komt, blijf je de richting wijzen. Voel de stretch op de voorkant van je been. Even vasthouden.
mee omhoog. En adem uit, hand naar beneden. Vanuit hier zet je wel je hand aan de buitenkant van je linkervoet neer. Til je achterste been mee op. Zorg dat je je balans houdt. We gaan de courtesy doen. Dus adem hier een keer goed in. En adem uit, buig je je been en breng je achterste been schuin achter je stambeen. Adem in, strek hem weer uit. Adem uit, buig hem weer, courtesy. Adem in, strek hem weer uit. Adem uit, weer buigen. Breng je adem in, strek. En adem uit, zet je voet naast de andere neer. Half op. En adem uit, neus naar de knieën. Buig voorop. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Handpalmen tegen elkaar en adem uit, stoelhouding. In deze stoelhouding gaan we een twist maken. Rechte elleboog naar je linkerknie. Hou je knieën gelijk aan elkaar. En trek de polsen goed naar je toe. Als je wil, kan je ook je armen openen voor nog meer stretch. Hou je knieën gelijk aan elkaar. En dan sluiten we weer. Adem in, kijk weer mee naar voren. Strek helemaal op. En adem uit, berghouding. Handen naar beneden. Adem in, armen mee op. En adem uit, zwaanduik mee naar voren. Handen naar de grond. Stap in een hoge plank of spring. Adem uit, naar beneden. Adem in op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Adem in, gaat je rechterbeen mee omhoog. Adem uit, neem hem mee naar voren en zet hem naar de binnenkant van je hand. Zorg dat je stevig staat, want adem in, gaat je rechterarm mee omhoog. En blijf hier even staan. Voet je spanning mee omhoog houden. Moet je buikspieren aanspannen. Adem hier nog een keer goed in. Adem uit, achterste knie naar de grond. Lift je voet omhoog en pak je met je bovenstand. Je voet vast, je mag een beetje meer naar achter kijken. Even die stretch op de been. Vanuit hier. Adem in, achterste voet weer aan de grond. Lift je arm weer mee op. En adem uit, bovenste hand weer naar beneden. Adem in, til je achterste been mee op. Laat de tenen naar beneden wijzen. En adem uit, weer courtesy. Buigen. Adem in, weer strekken. Adem uit, buigen. Adem in, strek. Adem uit, buigen. Nog één keer. Adem in, strek. En adem uit, zet je voet naast de andere neer. Half op. Adem uit, neus naar de knieën met gestrekte benen. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Handpalmen tegen elkaar. En adem uit, kom in de stoelhouding. Dan ga je nu met je linker elleboog naar je rechterknie. Trek de polsen naar je toe. Hou de knieën gelijk aan elkaar. En probeer zo recht mogelijke lijnen te maken. Als het lukt, open je je arm. Het hoeft dus niet. Even vast. Door blijven ademen. Adem nog een keer rustig in. Adem uit. Buig je armen weer terug naar voren. Adem in helemaal omhoog. En adem uit. Armen naar beneden voor de berghouding. Nog een keer. Adem in omhoog. Kijk naar je duimen. En adem uit. Zwaanduik naar beneden. Adem in. Spring hoog plank. Lage plank. Adem in op. Adem uit. Tenen eronder. Down dog. Adem in. Linkerbeen mee omhoog. En adem uit. Trek de knie naar de neus. Je zet hem naar hier. Vanuit hier gaat je linkerarm mee omhoog. Blijf hier even doorademen. Adem nog een keer goed in. En adem uit.
Houd achterste knie aan de grond. Lift je je onderbeen op. Dan pak je je voet vast als het lukt. Dus anders blijf je er gewoon naartoe wijzen. Hou even vast, rustig door blijven ademen. Vanuit hier, adem in. Voet weer aan de grond, arm mee omhoog. En adem uit, hand weer naar beneden aan de andere kant van je voet neerzetten. Adem in, til je achterste been mee op. Maak weer die lange lijnen. Duw je hak goed weg. Adem uit, buigen, courtesy, kom naar beneden. Adem in, weer strekken. Adem uit, weer buigen. Adem in, weer strekken. Nog één keer adem uit, buigen. Laatste keer strekken, adem in, strek. En adem uit, zet je voet neer. Half op. Adem even goed in. Adem uit van je dubbelneus naar de knieën. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Handpalmen tegen elkaar aan. En adem uit, stoelhouding. Vanuit hier gaat je met een rechter elleboog naar je linkerknie. Trek de polsen goed naar je toe. Knieën gelijk houden. En je kijkt met je vingers bij je vandaan. Als het lukt, adem in open. Adem nog een keer goed in. Adem uit. Handen weer voor. Adem in, strek omhoog. En adem uit, berghouding. Handen naar beneden. Nog één keer, laatste kant. Adem in omhoog. Kijk naar je duimen. En adem uit, zwaanduik mee naar beneden. Adem in, spring hoge plank. Lage plank. Adem in op. Adem uit, tenen eronder, down dog. Adem in, gaat je rechterbeen mee omhoog. Adem uit, zet de knie naar de neus. En zet hem naar de binnenkant van je hand neer. Zorg dat je balans zet, want ademing gaat je rechterhand mee omhoog en kijk mee omhoog. Laat je heupen een beetje zakken, maar niet te veel. Je moet niet gaan hangen in je heupen. Je balans houden. Strakke armen. En adem uit, achterste knie naar de grond. Lift je onderbeen op en pak je voet vast. Blijf meer naar achter kijken. Even die stretch op je been houden. Vanuit hier, adem in. Voet weer naar de grond, hand omhoog, strek je been weer uit. Adem uit, hand weer neer. Vanuit hier, adem in. Achterste been, strek je uit. Duw de hak goed bij je weg. Adem uit, courtesy. Adem in, strek. Adem uit, buigen. Adem in, strek. Adem uit, laatste keer buigen. Adem in, strek. En adem uit, zet je voet neer. Adem in, half op. Adem uit, buig voorover, neus naar de knieën. Adem in, kom helemaal mee omhoog. Kijk naar je duimen. En adem uit, stoelhouding. Linker elleboog naar je rechterknie. Dan maak weer die twist. Knieën gelijk houden. En als het lukt, adem in, open je armen. Even vast. Adem rustig door. Adem nog een keer goed in. Adem uit. Handen weer naar elkaar toe. Dit houding voor. Adem in. Kom helemaal mee omhoog. Kijk naar je duimen. En adem uit. Berghouding. Dan gaan we naar de grond toe. Adem in. Handen weer omhoog. En adem uit. Zwaanduik. Maar buig je benen gelijk. De grond is dichtbij, dus kom zitten. Adem in, strek je armen uit mee naar voren. Adem uit, kom zakken naar beneden. Hou je voeten zo dicht mogelijk bij je billen, handen naast je lijf neerleggen. Adem in, til je billen op en stringel je vingers in elkaar onder je. Loop met je schouderbladen wat dichter naar elkaar toe en hou even vast.
Rustig blijven doorademen. Hou goed de spanning op je voeten. Nog 3 keer ademen. Adem nog een keer goed in. Hou je handen los. En adem uit, rol werven, verwerven naar beneden. Leg je schouders weer goed. Linkerbeen buig je. Je legt je linker enkel op je rechterknie. En dan ga je met 1 hand tussen je benen door. Andere hand buitenlangs. Pak je achter je knie vast. Blijf beide voeten goed flexen. Laat je hoofd liggen, maar trek voorzichtig de benen naar je toe. Als het goed is, ga je hem dan hier voelen. Ga je hem in je bil voelen. Dus in je taaien, in je bil, in je lies. Rustig blijven doorademen. Nog 1 keer rustig in. En adem uit. Laat je handen los. Zet je voet weer neer. En nu gaat je linkerbeen over je rechter verder heen. Spreid je je armen. En laat je je benen naar rechts toe gaan. En kijk je naar links. Mocht dit te intens voor je zijn, is dit je optie. Knieën op elkaar, je voeten op elkaar. Je rustig doorademen. Zachte stretch, zachte twist. En uit hier adem in. Ga je benen weer omhoog. Zet je voeten weer goed neer. Ga nu je rechterbeen buigen, linker of je rechter enkel op je linkerknie. Armen, 1 hand tussen je benen door, andere hand buitenlangs. Pak je knieholte vast, flex beide voeten en trek dan de knie in zijn geheel naar je toe. Dus weer voel je die stretch op je bilspier, je voelt hem bij je lies. Ontspan je schouders. Rustig blijven we doorademen. Adem nog een keer rustig in. Rustig uit. Dan zet je je voeten weer. Voet weer aan de grond. Rechterbeen gaat verder over je linkerbeen heen. Spreid je je armen over de grond. En laat je benen nu naar links gaan. En als het lukt, kijk je naar rechts. Hou je schouders ontspannen aan de grond. Dus dit is de moeilijkere optie, dit is de makkelijkere optie. Knieën op elkaar, voeten op elkaar. Adem hier nog een keer rustig door. Laatste keer in. Laatste keer uit. Kom met je benen weer rustig omhoog. Terwijl je dan zo ligt, zet je beide voeten omhoog. We gaan voor een blije baby. Je armen gaan aan de binnenkant van je benen langs. Handen aan de buitenkant van je voeten. Probeer je staartje aan de grond te houden. Schouders naar de grond. Rustig blijf je zo doorademen. Dus je probeert met je voeten de spanning omhoog te brengen. En met je handen trek je juist naar beneden. Als je het fijn vindt, kan je ook nog een beetje heen en weer wiebelen. Het hoeft allemaal niet te strak en te netjes. Je moet gewoon lekker aanvoelen. Je moet je heupen voelen werken. Je benen, je armen. Adem hier nog een keer rustig in. Rustig uit. Laat je voeten los, spring je knieën naar elkaar toe, leg je armen over je benen heen. Als je het fijn vindt, wieg je even een beetje heen en weer.
dan was dit de power yoga les voor vandaag. Dan gaan we naar de eindontspanning. Dus je brengt een van je benen naar de grond. Armen aan de grond. Leg anders even een lekker dekentje over je heen als je dat thuis hebt. En geniet lekker van een 5 tot 10, misschien 15 minuten. Even rustig liggen. Een fijne dag nog gewenst allemaal.